Naast dat je met de DocNow programma's kan openen en sluiten, kan je ook meerdere vensters aanmaken. Stel, ik heb heel veel tabbladen openstaan en ik wil een nieuw venster maken. Dan kan ik een rechtermuisknop op zo'n icoontje doen. Op mijn Chrome bijvoorbeeld. En dan doe ik nieuw venster. En dan doe ik weer rechtermuisknop op Chrome. En dan zie ik hier mijn verschillende vensters. Dus die kan ik dan daar terugvinden. Hier om tussen vensters te wisselen. Een andere manier om tussen vensters te wisselen is met een sneltoets. En als je Chrome open hebt staan, dan kan je de command inhouden. Dus dat is nummer 1 die je nu op het scherm ziet. En de tilde knop, dat is nummer 9. Dus command hou je in en dan druk je op de tilde knop, op 9. Dus als ik nu in mijn Chrome command tilde doe, dan switch ik zeg maar tussen de verschillende vensters die ik open heb staan.